RKK volgt in de driedelige kloosterserie de nieuwbouw van de Sint Sixtus Abdij in West-Vleteren. De trappisten hier staan bekend om het bier dat ze brouwen. Onze Vlaamse collega's van de KTRO maakten hierover de prachtige documentaire Levende Stenen. Ik denk dat stilte en leegte heel nauw samenhangen in ons leven. Onze kerk is eigenlijk heel mooi, die lege open ruimte in het midden. Ja, staat symbool voor die ontvankelijkheid die wij als monniken toch willen hebben, ontvankelijkheid voor Gods woord, dat in ons een stuk mens mag worden. Vandaag studeert Clara af. De meeste van haar studiegenoten hebben nog geen idee wat de toekomst voor ze in petto heeft, maar zij heeft al een bijzondere keus gemaakt. RKK brengt in de kerstperiode een ontroerende documentaire over drie jonge Britse vrouwen. Zij willen intreden in het klooster en ze geven alles op om hun leven volledig aan God te wijden. What I'm doing is quite different. Very different in fact. My reaction first of all was wow. I was really shocked when I heard that she was doing it because I just didn't realize that it was done really. Clara voegt zich bij een kleine maar groeiende groep jonge vrouwen die ervoor kiest om een carrière, een vriend en alles wat ze bezit op te geven om non te worden. This is what makes me happy. Not money, not sex, not power, not any of those things, but to truly to live for God. Catherine denkt ook over een leven binnen de kloostermuren, maar er is één ding dat haar ervan weerhoudt. If you're romantic, if you really like the opposite sex and you would like to marry. That is a genuine sacrifice. Zes maanden lang volgen we Clara en Catherine terwijl ze zich voorbereiden op een ingrijpende beslissing. I find that like the hardest thing to like give up my friends. I am putting everything in God's hands and I don't know what I'm gonna land into. I can't begin to imagine what it's gonna be like to just take that step. Ook met kerst RKK monnikenwerk over zalige producten uit Europese kloosters. Mijn eigen eerste associatie dat ik een kaarslicht denk. Ja, dat is denk ik kerstmis. Want vroeger als kind dan met kerstmis, dat was kerstboom. En daar hadden wij, dat zou nu ook niet meer mogen van de brandweer, maar daar hadden we nog echte kaarsjes in staan. De film Des Hommes des Dieux was in Frankrijk een bioscoopsucces en won veel prijzen. Volgend jaar Pasen is deze ingetogen film over dappere monniken te zien bij RKK. Hier is nog een imam in de rue. Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer. Ma décision est prise. Je refuse. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment? C'est un risque. Toi, t'as déjà été amoureux? Oui, plusieurs fois. Oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Alors j'ai répondu à cet amour-là. Parce que ce village, elle a grandi avec le monastère. Pourquoi vous allez partir? Nous sommes comme des oiseaux sur une branche. Nous ne savons pas si nous allons partir. Les oiseaux, c'est nous. La branche, c'est vous. J'ai pas peur, moi, des terroristes et encore moins de l'armée. Je crains pas la mort non plus, je suis un homme libre.